Toen ik hier vertrok, heb ik altijd gezegd, Roeselaar zit voor altijd in mijn hart. En als ik dan een kans krijg om te komen kijken, zeker voor zo'n wedstrijd, dan ga ik dat niet laten. Hè. Ja, een 5 zit er weer al. Wat vond je zelf van deze wedstrijd? Oh, ik vond het best wel goed niveau. Ik heb twee ploegen gezien die echt willen winnen. Beide kanten veel vechtvolleybal en met momenten wel nodige kwaliteit. Juist in set 2 dat ze een beetje echt worden weggespeeld, maar voor de rest vond ik het wel echt een mooie wedstrijd. Hè. Ze doen hier vandaag natuurlijk wel een zeer goede zaak voor het Europees niveau. Hè? Ja, het is denk ik heel belangrijk dat zij moeten mikken op die tweede ronde. Ik heb vernomen dat zij nu 2 keer winnen in Bulgarije, dat ze door zijn. Dus ja, ze hebben alles nog in eigen hand, veronderstel ik. Dus ja, ik denk dat dat wel een mooie uitgangspositie is. Hè. Hoe voelt het nu bij jou? Hè? Want je zit nu eigenlijk in de tribune. Ja, dat is nog niet vaak gebeurd. Hè. Bij het aankomen moest ik hier even mijn weg zoeken. Ik ben normaal een andere ingang gewoon. Maar ja, ik zeg het, ik kom hier graag terug en je ziet hier bepaalde mensen terug en bepaalde spelers. Dus voor mij voelt het echt wel thuiskomen dit. Ja.